Hallo beauty lovers, ik ben Laura en ik ga je laten zien hoe je de perfecte wenkbrauw maakt. Wat de perfecte wenkbrauw is, verschilt per persoon. In deze video laat ik je zien hoe je de juiste vorm voor jouw gezicht kan bepalen en hoe je in een paar simpele stappen een volle wenkbrauw creëert. Met aan het eind nog een tip om binnen 3 minuten, ja echt waar, een mooie wenkbrauw te creëren. Voor ik kan beginnen heb ik natuurlijk make-up nodig. En vandaag heb ik de hele beautyafdeling van de Bijenkorf tot mijn beschikking. Ik werk namelijk als make-up artist bij de Bijenkorf. Voor de look die ik vandaag ga maken heb ik dit nodig. In de beschrijving vind je ook alle producten die ik vandaag gebruik terug. Of klik hierboven voor meer informatie. Ik begin gewoon bij het begin. Welke stijl en vorm wenkbrauw moet je kiezen? En hoe bepaal je dat? Daar gebruik je gek genoeg je neus voor. Die gebruik je namelijk als guideline voor je gezicht. Dat noemen we de 3-stapstechniek. Daar hebben we natuurlijk een wenkbrauwpotlood voor nodig. Dan beginnen we langs de neusvleugel, langs het oog. En dat is waar je wenkbrauw begint. Dan langs de neusvleugel door de pupil. Dat is waar die het knikje maakt. Dan langs de neusvleugel, langs het oog en dat is dan waar de wenkbrauw eindigt. Als je dit dan naar elkaar toe verbindt, krijg je de meest symmetrische wenkbrauw. Deze 3-stapsmethode helpt je om de juiste vorm te behouden. Vooral fijn voor mensen die bijvoorbeeld veel haartjes hebben. Zo weet je waar je moet epileren zonder dat de natuurlijke vorm van je wenkbrauw verdwijnt. En voor mensen met weinig haartjes is het een fijne guideline om te bepalen tot waar je de wenkbrauw kan invullen. Dan zijn er nog allerlei trends en stijlen die de dikte en het model van je wenkbrauwen kunnen bepalen. Zo heb je een natuurlijke wenkbrauw, een fluffy wenkbrauw en een volle wenkbrauw. Ik ga vandaag voor een volle wenkbrauw. Dat vind ik het mooist en glamorous. Goed, we gaan beginnen. Mooie volle wenkbrauwen is mijn doel. Daar heb je eigenlijk maar 3 producten voor nodig. Ben je op zoek naar een meer naturelle look? Bekijk dan onze natuurlijke make-up look video, waarin we een wat meer simpele variant laten zien. Bekijk deze video hierboven. Ik begin met het vormen en invullen van mijn wenkbrauw. Ik gebruik daarvoor het borsteltje wat aan het uiteinde van de browlift zit. Borstel ze eerst omhoog en daarna in de gewenste vorm. En dit doen we natuurlijk ook aan de andere kant. Heb je nou hier en daar een verdwaald haartje, dan kun je dat met de pincet weghalen. Ik heb dat vanochtend al gedaan, dus nu is het niet nodig. Stel je wilt een dunnere wenkbrauw, epileer dan alleen aan de onderzijde en niet aan de bovenkant. Zo blijft de vorm van je natuurlijke wenkbrauw intact. Dan stap 2, het invullen van de wenkbrauwen. Ik gebruik daarvoor de Brow Lift van Charlotte Tilbury. Deze is heel makkelijk in gebruik, aangezien er een dunne en een dikke kant op zit. Met de dunne kant kan je wat meer de haartjes creëren en met de dikke kant wat meer invullen. De textuur van de Brow Lift is wat zachter, kijk maar. Hierdoor kan je het heel mooi aanbrengen voor een hele natuurlijke look. Ik begin bij het begin en gebruik de dunne kant om de haartjes te creëren. Dan draai ik het potlood naar de dikke kant om iets meer de wenkbrauw in te kleuren. Dan draai ik hem nogmaals naar de dunne kant, zodat we mooi het uiteinde kunnen tekenen. En wat belangrijk is, kam ook altijd even tussendoor, zodat je precies weet hoe loopt de wenkbrauw en om het wat zachter te maken. Dan doen we dit natuurlijk ook aan de andere kant. Wenkbrauwen geven natuurlijk expressie aan het gezicht, dus je wil niet een te harde kleur voor je wenkbrauwen. Kies dus niet een te donkere kleur. Maar een tip is, kijk naar de donkerste kleur in je haar en baseer daar de wenkbrauwkleur op. Ik ben benieuwd wat jouw favoriete wenkbrauwproduct is. Laat het weten in de comments. Nu ik de vorm en kleur heb die ik wil, ga ik meer definitie aanbrengen. Hier gebruik ik de Legendary Brows van Charlotte Tilbury. Dit is een brow gel met een heel fijn borsteltje. Hiermee kan ik de haartjes bijna individueel vormen.
Ook heeft deze gel iets meer kleur, waardoor het je wenkbrauw ook iets meer definitie geeft. Zo creëer je een mooie en volle wenkbrauw zonder dat het er zwaar uitziet. Bovendien zorgt deze gel al voor fixatie, zodat je de hele dag van deze brows kan genieten. Je moet het eigenlijk zien als een soort mascara. Je gaat door de haartjes heen, waardoor je elk mini haartje een kleur geeft, waardoor het voller wordt en het mooi fixeert. Ik zei het al, de brow gel geeft al wat fixatie. Maar ik wil meer. Daarom maak ik het af met de Brow Fix van Charlotte Tilbury. Wederom met een handig borsteltje, maar dan wat groter. Zie je het verschil? Ik breng de gel aan over de gehele wenkbrauw en laat het even drogen. Dit kammen we gewoon door de wenkbrauw heen. En zet er altijd ietsje meer druk op, zodat je echt je wenkbrauw wat meer lift geeft. Voilà! Perfecte wenkbrauwen die geen kant op gaan. Zie je nu nog wat verdwaalde haartjes zitten? Maak je look dan helemaal af door de laatste haartjes te epileren. Dit doe je bij de haartjes onder de wenkbrauw. Perfecte brows dus. Die krijg je in 4 simpele stappen. Vorm je wenkbrauw, kleur je wenkbrauw, defineer de vorm en fixeer. Zo simpel kan het zijn. Dit was natuurlijk een best uitgebreide manier, maar soms heb je gewoon echt geen tijd. Gebruik een gekleurde gel zoals de Legendary Brow Gel. Hiermee geef je in een handomdraai kleur, vorm en volume. Heel mooi, vooral bij een zachte, natuurlijke look. Met de Legendary Brow Gel ga je eigenlijk als een soort mascara door je wenkbrauw heen. En druk wat harder met het borsteltje, zodat je ook wat meer kleur geeft op de huid. En dat het de wenkbrauwen wat voller maakt. Super snel een hele mooie volle wenkbrauw. Wil je meer beauty tips en tutorials van de Bijenkorf zien? Abonneer op dit kanaal en mis geen enkele video. Bezoek de Bijenkorfwinkel voor een persoonlijk advies en nog meer producten.